Hele goedemiddag, welkom bij autoflores.nl. Hele fijne maandagmiddag. Lekker zonnig ook. Wij hebben weer een fantastische exportknaller hier staan. Of voor mensen die houden van modder. Die houden van 4x4 rijden. En die geven om een deukje, plekje, vlekje, roes, petters en dingen erop. Wij hebben ingereld vers van de pers deze Suzuki Vitara uit 1998. Wat een verschijning is dit, mensen. 4x4, die werkt, stuurbekrachtiging. Verder geen opties. Remcilinder lek. Strempedaal. Zak diep weg. En onder de auto zitten wat roestplekjes die je voor een eventuele APK-keuring wel zou moeten behandelen. Tja, wat kan je er verder van zeggen? Hij rijdt en schakelt redelijk goed. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk als je tijd over hebt om hier een hele leuke 4x4 knaller van te maken. Hopelijk komen er eerdaags weer leuke tochtjes en dingen aan. Strandrallies, noem maar op. Dan is dit natuurlijk wel heel erg gaaf. Hij is voorzien van een hardtop, softtop zit er niet meer bij. Hij heeft een redelijk zwaar leven gehad. Maar je kan er nog zeker leuke dingen mee doen. Dus ben je geïnteresseerd, je ziet ze niet al te vaak meer. Zoek je een jeepje voor de cross of om op te knappen. Met hele gave ledbalken erop. Dan hebben wij bij Autoflores wederom weer een grappige auto staan. Ben je geïnteresseerd? Neem even contact met mij op. En dan help ik je graag verder. En wellicht blijft dit apparaat dan toch nog in Nederland. Wie zal het zeggen? Maar voor de export is die natuurlijk ideaal. Geinig voor weinig bij autoflores.nl. Suzuki Vitara uit 98 met slechts 146.000 kilometer. Ben je geïnteresseerd? Neem maar even contact met me op. En dan help ik je graag verder. Bedankt voor het kijken. Graag tot ziens.